Burgerbord. Hoop je geslapen? Ja, wel lekker op zich, maar een beetje koud hier. Ik moet je toch wel een beetje wat haard houdt of zo. Ik bedoel, zit hier dan weer in Vistaren met die sneeuw. Ik ben gewoon gewend om in dat zand te zitten. Maar ja, ik mis de donkere kerkers, waar het tenminste warm is. Bart, waarom ben ik hier überhaupt? Ik weet het niet. Dennis wilde dat we hier naartoe gingen, want hij heeft een object gevonden en die moest jij met je eigen ogen zien. Wacht, maar zeg je nou dus eigenlijk dat je niet weet waarom we hier zijn? Waarom je de koning, de heerschappij van de wereld hebt meegenomen? Luister, dan moet je bij je eigen raadgever zijn. Die raadgever die heb ik al eens een keer in de cel gegooid bij jou. Luister, het enige wat hij tegen mij heeft gezegd is dat er een object lag hier in de buurt. Dat wij op zoek moeten naar een object. Ja. En dat jij het met je eigen ogen moet zien. Ja, ik moet het met mijn eigen ogen zien. Oké. Maar wat voor object is er dan? Ik heb geen idee. Mij is ook niks verteld. Ik word hier naartoe gelokt door die achterlijke raadgever. En nu zit ik hier in een koud huis. Luister, wat voor een soort object denk je dat het is? Waar we kunnen het vinden in ieder geval. Dat is het allerbelangrijkste. Waar kunnen we het vinden? Bij de kust van Vistara, als het goed is, zei hij. Ja, de kust van Vistara, dat kan overal zijn. Ja, maar dat kan inderdaad overal zijn. Maar luister, wat nou als het goud is of zo? Hoe gaan we dat in godsnaam meenemen? Als hij mij voor goud hier naartoe heeft gebracht, dan ga ik Dennis afslachten in plaats van het goud meenemen. Wat als het veel goud is? Ja, als het veel goud is, interesseert mij wat, man. Ik ben hartstikke rijk. Ik vind diamanten nog belangrijker dan goud. Van goud krijg je alleen maar goudkoorts. Zoals die Entropianen en Tixa hadden vroeger. Oh ja, ja, ja. Klopt inderdaad. Ja, dat moet je ook niet hebben inderdaad. Nee. Maar luister eens. Hoe gaan de zaken voor de rest dan? Want ik heb gehoord dat je een beetje verkouden bent. Ja, ik heb inderdaad een beetje een koudje gevat hier. Dus mijn normale stem is wat minder geworden. Ja, ja, ja. Ik moet echt heel veel moeite doen om mijn oude grote mannenstem terug te krijgen, weet je wel. Ja, nou ja, ja. Ik ben wel blij dat je even agressief bent nog als vroeger. Hey, maar, ja, er moet echt niemand voor in mijn pad gaan staan, hoor, want dan pak ik ze. Nee, dat denk ik ook niet, inderdaad. Hey, maar we zijn hier in Vistara. Ja. En Vistara is dus eigenlijk gewoon echt een gebied met heel veel geschiedenis. Holy shit, kijk dat dan! Ja, precies. Het ziet er echt immens groot uit en het is echt de plek ook waar ontzettend veel oorlogen zijn geweest. Dit is de plek waar hertog Timon de baas was. En hertog Timon was echt wel een hertog die van oorlog hield. Laten we trouwens even kijken wat hier te vinden is. Want hij zegt dus de kust. Ja? Wat is er ooit met die Timon gebeurd dan? Ja, Timon is omgekomen in een slag in Valmar. Ja, holy shit, dat is iets minder. Ja, alleen aan de ene kant. Het was wel positief, want daardoor is wel de burgeroorlog gestopt. Hij is toch wel eigenlijk de oorzaak geweest van de burgeroorlog in Yennava. Dus ja, wat dat betreft is het toch wel positief geweest. Alleen toen hij vroeger als hertog erbij kwam, toen was het een goede vriend. Ah, dit ziet er trouwens wel. Even kijken, wat is dit? Een barak. Barak? Holy shit. Er staan ook allemaal rare getallen en zo. Ik ben hier nog nooit geweest, maar dit is een barak geweest waar dus de Vistariaanse soldaten vroeger zijn geweest. Daar maakten ze gebruik van in de burgeroorlog. Oh, die bedden die stinken wel, man. Ja, die stinken nog wel een beetje. En dat komt ook omdat vroeger, toen die oorlog was, die burgeroorlog, ik weet niet of we daar kunnen komen trouwens. Maar vroeger toen we die burgeroorlog was, toen die Vistarianen hebben altijd hele grote bontjassen aan. En die zweet als een gek natuurlijk. Ik weet niet wat hier staat. Oh, kijk, een werkkamp. Een werkkamp. Zie je, dit holy is echt shit, dit is een werkkamp? Dit is een werkkamp. En dit is gewoon echt exact wat Vistara is. Als je aan Vistara denkt, moet je aan een werkkamp denken. Zijn die mensen omgekomen of ja, zeker weten. Ze zijn hier uitgemarteld. Dus het kan zijn dat het hier nog spookt. Ja, als je daarin gelooft. Hier, werkkamp. Boete doen is u kan doen in het beste wat deze wereld. Hele goede tekst, maar dat is vast Dennis geschreven. Dat is toch vast door Dennis geschreven, maar even kijken. Ja, het is wel echt indrukwekkend. Ik ben hier eigenlijk volgens mij nog nooit geweest. Ik ook niet. Voor mij is het ook allemaal. Oh, kijk, je kunt hier wel naar boven. Vroeger. Dus ik ben nu op een soort ik weet niet waar je bent. Naar boven hier? Ja. Gaan we naar boven hier? Met oh, hier. Ja, 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 ja. Moet je eens kijken, man. Kijk, ja, hier stonden de guards. Die stonden te kijken hoe iedereen werkte. Bij de kust van Vistara, wat nou als we vanaf hier een beetje een uitkijk gaan doen? Ik zie daar een brug. Ik zie daar trouwens een vlag. Ik zie daar een Yennava-vlag. Kijk daar.
Ik zie... Oké, daar moeten we heen. Oh, daar ik in de verte. Ja, ja, ik zie je NAVO-vlag. Laten we... Ik weet niet, misschien komen we nog iemand tegen die ons kan vertellen... ja, waar het is. Ik weet niet, het kan zomaar. Wees wel op je hoede. Wonen hier nog mensen in de buurt dan, of? Ja, wel heel weinig. Er wonen nog wel mensen. De meeste zijn gevlucht naar welvarende steden. Maar het is eigenlijk best wel... Na de burgeroorlog is het toch wel een beetje dood hier geworden. Ook gewoon omdat het steeds moeilijker werd om hier te leven. Heel veel schade heeft Vistara geleden door de oorlog. Waardoor gewoon heel veel mensen arm zijn geworden. En vooral in dit soort kampen gingen leven. Hier zie je het ook. Oh hier, ja, jongen. Die vlag. Volgens mij woont daar gewoon iemand die in een tent woont. Maar ja, dat is dus een beetje hoe Vistarianen die er nog zijn een beetje wonen. En vooral ook ouderen trouwens, die nog zwak zijn en niet de kracht hebben ook om naar andere steden te gaan. Moet je eens kijken. Maar kunnen ze hier dingen planten dan? En groeien hier nog dingen überhaupt? Want ja. Het is hier echt, het vriest hier als een malle, joh. Nou, je hebt natuurlijk die bomen, maar het is gewoon echt, niet heel erg prettig. Het is gewoon... Oeh, kijk eens hier. Oh, ik kan me niet voorstellen dat hier iemand zijn nacht... Ja. Oh ja, hier groeien dingen. Ja. Hier inderdaad wordt er nog gewoon door wat mensen... Ja, wordt op een beetje geoost. Maar ja, je moet het zien. Hier slapen ze dus ook, hè. En het is hier echt koud. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je hier gaat slapen. Ik heb trouwens 2 diamonds gevonden. Ah, mooi. Ah, kijk. Super. Altijd mooi om te hebben. Altijd mooi om mee te nemen. Ja, dit is dus echt zo'n kamp. Ik weet niet wat dit is. Misschien een openbaar toilet? Oh, ja. Kunnen we hier ergens... Ja, hier kun je behoefte doen. Ik laat je even alleen. Oh, die lucht, man. Jezus. Oh! Jezus. Alles goed? Het is er echt uitgespookt. Oké, Timmer. Wat lekker. Laten we doorgaan, want het was ergens bij de kust. Ja, het was bij de kust. Ik weet dat dit bij de kust lag, dit dorp hier. Het is eigenlijk best wel een stad eigenlijk. Het is best wel groot, het is een havenstad volgens mij. Ik weet niet meer hoe dit heette. Volgens mij Valgrat of zo. Ik weet het niet meer precies. We moeten eigenlijk de ingang gaan vinden hiervan. Dus laten we een beetje om gaan lopen. Ja, inderdaad. Maar ik snap die Dennis ook niet. Waarom geeft hij ons niet exacte coördinaten? Ja, ik denk niet eens dat hij dat zelf weet. Hij heeft het gewoon gehoord. Ik denk dat hij het weer gehoord heeft, inderdaad. En dat het voor hetzelfde geld lopen we nu gewoon in een val. Ik weet het niet, maar het kan zomaar. Ik bedoel, de afgelopen tijd hebben we superveel problemen met gewoon die organisatie of zo. Ja, en die brief van Entropia die hij had ontvangen. Precies. Van Dennis. Dus als Dennis 1 foutje heeft gemaakt, dan... Oh, ik ga hem echt doden, ik meen het echt. Ik kan me niet voorstellen dat hier een schat ligt. Laten we even eerlijk wezen. Kijk naar deze omgeving. Ja, het is gewoon echt dood hier. Ik bedoel, er komt bijna niemand meer. Weet je, we gaan dit gewoon kapot slaan. Ja, laten we het openhakken, gewoon dit. Doorbreken. Kun je dat springen? Oké. Okay. Ja. Lukt het? Ja. Oké, deze mag ook wel. Hupsakee, nou. Oh. Welkom in de stad van Vistara. Oké, nou, er groeien nog wel dingen. Ik ben nog verbaasd. Dit is inderdaad ook wel de mooiste stad. Maar eigenlijk ook best wel dood. Heel veel mensen in Vistara zijn tegenwoordig aan het schuilen in hun huisjes. Vandaar dat je ook bijna niemand ziet lopen op dit moment. Maar dit was wel vroeger... groot. Hoeveel mensen hebben hier gewoond? Duizenden. Duizenden. Dit was vooral een stad die gewoon bekend stond om de visserij. Hier waren altijd heel erg veel schepen binnengekomen. Zoals je ziet, hè, daar kunnen ook gewoon schepen doorheen. Ja. Ja, de visserij, er waren markten hier. Echt heel erg welvarend, deze haven. Maar ja, dat is nu ook helemaal niks meer. Maar eigenlijk moeten we hier zo snel mogelijk weg. Want ja, dit is... Ik weet niet of Dennis dit ziet als de kust, maar... Ja, ik neem aan van niet. Ik bedoel, dit is hartstikke groot. Nou, dit is een haven meer, hè? Dit is denk ik meer een haven. Nou ja, ik denk dat we ons avontuur moeten gaan doorzetten. Door de stad weg te gaan, uit de stad weggaan en te kijken. Misschien richting gevangeniseiland of zo. Ik weet niet wat hij bedoelt. We gaan in ieder geval op zoek naar het object. Die Dennis, ik weet niet. Voor ons neergelegd. Ik weet niet wat hij gedaan heeft. Ik ben echt benieuwd wat het is. Ik ook. We gaan het zien bij de volgende aflevering van Yennava Survival. Bedankt voor het kijken, doe een duimpje omhoog. En tot de volgende keer.